Hallo mensen van Kennis.nl, welkom op deze nieuwe video. En vandaag zitten we weer op mijn singleplayer Season 4 wereld. En voordat we beginnen wil ik even zeggen, ik zou een beetje anders kunnen klinken, want ik ben een beetje verkouden. Nou, een beetje, ik ben heel erg verkouden. Ik voel me ook niet echt heel geweldig, maar het is zondag en het is de enige dag in de week dat ik kan opnemen. Dus ik wil vandaag een singleplayer en een iMine video opnemen. Die worden allebei weliswaar kort, gewoon puur omdat het, ja, tijd er niet is. En ja, vandaag is de tijd wel, alleen ik voel me niet echt helemaal goed. En vandaag. Maar goed, hè, dat komt allemaal wel goed. Dat komt allemaal wel goed. Heel veel goeds in 1, 2, 3 zinnen of zo. Lol. Wat ik wil gaan doen nu is een beetje hier aan verder gaan. Want dit moesten we natuurlijk nog allemaal mooi maken, zoals dit ongeveer. Want dit is nog allemaal stone. En dat wilde ik natuurlijk ook met ja, dirt maken. Dus daar gaan we een klein beetje aan verder werken vandaag. Ja, ondertussen kan ik vertellen over de allereerste stagedag. Nou ja, niet de allereerste, want ik heb al wel wat stagedagen gehad. Ik had 2 al gehad en dat was zeg maar gewoon ja, een video opnemen. Daar mocht ik ook al bij zijn. En ja, de donderdag en de vrijdag waren de eerste 2 officiële dagen dan van mijn stage. En toen heb ik zeg maar aan de video die we toen hadden opgenomen een paar dagen of een paar weken eerder. Ze vroegen gewoon, hey, wil je mee? Dat is wel leuk om te doen. En zei ik, ja, is goed. En toen ben ik gewoon meegegaan. En toen hebben we daar samen de video opgenomen dan met z'n allen. Met heel het bedrijf. En ja, vandaag, althans deze week, ben ik al begonnen met het editen van de video dan. En ja, gewoon, ik vind het hartstikke leuk op mijn stage. Het is tot nu toe ja, gezellig. Het is leuk. Dus ik heb het naar mijn zin bij mijn stage. Ik dacht, misschien is dat wel leuk om dat even aan jullie te laten weten. Ik denk dat jullie dat wel op prijs stellen als ik dat eventjes zeg. Dus vandaag, ja, het is allemaal hartstikke goed aan het lopen nu. Ja. Wat doet mijn stagebedrijf anders eigenlijk trouwens, voor de mensen die het nog niet weten. De vorige stagebedrijf was echt gewoon opbouwen van dingetjes en zo. Maar dit is echt gewoon een beeldstage. Dus met andere woorden, we maken gewoon promotievideo's voor bedrijven. En dat soort dingetjes. En dat is eigenlijk wat ze daar doen. En ja, het is gewoon hartstikke leuk. Het is heel moeilijk voor mij om nu te geconcentreerd te praten. Zoals ik al zei, mijn neus zit verstopt. Ik heb pijn in mijn keel. Maar goed, hey. Ik moet iets over hebben voor YouTube, toch? Lol. Ik hoop dat het niet erg is om naar te luisteren, om zo maar te zeggen. Dat het echt zoiets van, wow, Tommy, je bent echt... Doe normaal, ga je bed liggen of zo, weet je wel. Maar, ja, YOLO. Het kan gewoon. Het kan gewoon. Het kan allemaal gewoon. Even kijken nog. Kijk, die vind ik al veel beter eruit zien dan net. Even denken nog. We moeten dit eigenlijk nog helemaal doen, dat ook. We moeten dat gedeelte eigenlijk ook nog helemaal doen. Oh, dat is nog veel werk. Dat is nog heel veel werk. Zit ik nu in één keer te bedenken dat dit eigenlijk best wel... Ook, dit ziet er echt al zo vet uit, hè. De hele graanveld zo. Ik heb nog steeds geen leuk design voor de molen. Daar moet ik nog steeds een keer eens goed voor gaan zitten, zeg maar. Gewoon een keer... Misschien dat ik dat vandaag wel doe. Dat ik vandaag gewoon ga proberen om een molendesign te maken. En dat we die de volgende episode misschien... Heel misschien kunnen bouwen. Ik weet niet, want... ik weet niet of het maar gaat lukken, de molen, zeg maar. Ik ga vandaag gewoon lekker een chill dagje houden. Want ik heb, vanaf nu heb ik eigenlijk gewoon 5 dagen in de week stage dan. En wanneer de scholen beginnen, want de school is nog niet begonnen. Dan heb ik 4 dagen in de week stage en dan de woensdag school. Zaterdag heb ik altijd werk. En dan zondag ben ik vrij. Dus zondags kan ik sowieso altijd opnemen. En dat ga ik ook zeker proberen. Dus ik probeer minimaal 2 of tot 3 video's in de week toch wel te uploaden. Het is wat minder dan normaal, dat weet ik. Maar ja, ik hoop dat jullie dat wel begrijpen natuurlijk. Ja, dat hoort er allemaal bij. Drukke periode. En ja, vandaag dus. Even kijken. Zo. Ja, dat ene stukje laat het daar staan. Dat is mooi. Dat is hartstikke mooi. Dus ja, goed. Ik probeer natuurlijk ook al een beetje te kijken wanneer... ik vroeg thuis ben. Als ik dan op tijd thuis ben, dan kan ik natuurlijk ook altijd nog proberen om een video op te nemen. Dus het komt waarschijnlijk vanzelf allemaal wel goed. Dit is al episode 96, dacht ik. Of is het al 97? Zou je even snel spieken? Dit is 96. Dus ja, bij episode 98 en 99 ga ik dus aangeven hoe jullie kunnen winnen. Dat jullie mee mogen doen in deze serie, zeg maar. Dat ga ik dan aangeven. Dat is nog niet helemaal uitgedacht. Dus ik kan er nog, nog niks over loslaten, zeg maar. Maar ik weet wel dat in episode 100 dus 2 mensen van jullie mee mogen doen met de video. Ik ga dat gewoon proberen te fixen. Waarschijnlijk vraag ik Jork of die even snel een klein servertje op wil zetten. Zodat hij ook een custom IP erop heeft en dat soort dingetjes. Dat niemand IP kan achterhalen, dat soort dingen. Dus ja, dat gaan we doen. We gaan sowieso zorgen dat jullie, dat 1 of 2 van jullie mee mogen doen in de video. Wat we precies in de video gaan doen, weet ik ook niet. Misschien is het wel leuk om achter in de comments te laten. Wat denken jullie dat leuk is om te doen in de video? Het spijt me als je dit een beetje saai is om naar te kijken trouwens. Laten we snel ook even tussendoor iets anders gaan doen. Anders is het zo van, Tommy, het is echt best wel saai om te zien dat je dit doet. Weet je wel? Dus we gaan dit ding even proberen om te fixen. Want ik wilde hier ja, hoe heet dat? Zo'n kar erachter hebben. Maar het is best wel lastig om een mooie kar erachter te maken. Aangezien dat dit toch best wel een kleine tractor is. Het moet er eigenlijk ook best wel... Weet je wat? We gaan gewoon echt een mini kar erachter maken. Echt heel klein gewoon. Misschien dat dat juist mooier eruit ziet dan zo groot. Omdat de tractor zelf ook niet al te groot is. Misschien is dat het beste om te doen. Dus dat doen we gewoon zo. Heel klein gewoon. Echt heel klein. Zo klein dat er bijna gewoon geen hooi op kan. Maar dat maakt niet uit, hè. Het is maar voor de show, zeg maar. Nee, dat is dan echt lelijk gewoon. Zo. Is dat al beter? Nee. Oké, doe zonder vensters waarschijnlijk. Misschien is dat mooier. Dat het hooi gewoon zo erop leggen. YOLO. Dus kijken of dat beter... Dat ziet er op zich al wel beter uit. Al zeg ik het zelf. Misschien is het ook mooier als we... Hebben we dat nog hier liggen? Oh, we hebben hier nog wel liggen. Super. Dat is eigenlijk ook precies wat ik zocht. Oh, 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 oh. Wat fuck deed ik? Zo. Oh, dat zijn er precies 4. Hartstikke goed. Misschien is het mooi om dit hier dan ook dit van wol te maken. En van quartz. Kijk, we hebben hier nog quartz liggen, dat is heel goed. De netherhub is trouwens ook al heel ver. We hebben in een livestream al best wel ver gedaan, zeg maar. Ik denk dat het met quartz dit er echt veel beter uit gaat zien, als ik heel eerlijk ben. Omdat die andere ook van quartz is. Kijk eens aan, kijk eens aan. Oh, dit vind ik best wel... Ja, dit vind ik wel decent eigenlijk. Ja. Dat is wel nice. Misschien dat we het zelfs gewoon zo kunnen doen. Ik weet niet. We moeten even kijken. Hoe gaan we dit precies doen? Even denken nog. Zoiets misschien? Is het vet als wieldop? Nee, dat is veel te hoog gewoon ook. Dus, ja nee, dat is echt veel te hoog. Misschien gewoon zo. Is dat beter al, of niet? Nee, dat ziet er ook niet uit. Oké, even denken nog. Misschien dat we dan toch gewoon zo doen. Denk dan. Misschien zelfs gewoon zo. Kijk, dat vind ik op zich niet zo heel slecht uitzien eigenlijk. Oh, oeps. Oeps. Ik drukte per ongeluk op een fout knopje. Oeh, wat ik nu in één keer in mijn hoofd heb, misschien ook wel heel vet. Dit zo dan. En dan hoop dat we hier nog iron hebben. Dat hebben we zeker. Is dat ook genoeg? Laat het hopen. Oh, dat moet ik wel goed doen. Zo. Oh, daar hebben we er maar eentje. Dat is wel een beetje palen. En deze dan... Hier zo. Maar als ik deze dan weghaal, dan gaat die ook weg natuurlijk. Ja, zie je wel. Laten we deze voor nu zo houden. Ik denk dat die best wel... Dat het er zo best wel goed uitziet eigenlijk. Hebben we nog wat hooi? Dan kunnen we er gewoon wat hooi op zetten. Misschien dat het dan ook ja, iets wat beter er al uitziet meteen. Dus niet echt het ideaalste hooiwagen. Maar hé, ik bedoel, kom op. Kleinigheidje blijf je houden, toch? Zo. Op zich, ik vind hem niet slecht. Ik vind hem zeker niet slecht. Misschien dat jullie daar ook nog wel leuke designs van weten. Let me know, let me know. Paardje is nog steeds leven. Dat is hartstikke mooi. Ik denk dat ik hem hier ga stoppen. Want dan heb ik nog een beetje... tussen aanhalingstekens kracht over om zo meteen nog wat van iMine op te nemen. In deze staat is dat nogal vrij lastig. Nou ja, in ieder geval, ik hoop dat jullie deze video toch leuk vonden. Ondanks dat die een beetje korter is dan normaal. Het spijt me, het spijt me. Deze komt waarschijnlijk misschien zondag of maandag online. Eén van de twee, ik weet niet precies wanneer. Ik ben ook bezig ondertussen met het meer met het traden van villagers. We hebben alweer wat meer villagers... ja, ertussen uitgepikt, zeg maar, van oké, jij bent best wel goed en jij bent best wel goed. Die zitten nu hier ook een paar. Kijk maar. Dus dat is hartstikke leuk. Dat gaat ook nog steeds goed, het villager project. Je moet nog steeds helemaal mooi maken hier, dus dat is ook wel leuk om te doen. Ja, en bij episode 100 gaan we dus een nieuwe stad beginnen. Een nieuw dorp achter iets. En ja, laat daar ook nog steeds reacties over achter. Over wat jullie willen zien dat ik ga doen in deze serie. Misschien doen we dat dan ook echt. Dat is gewoon hartstikke leuk natuurlijk om, ja, om te zien. Ja, ik ben hier best wel tevreden over op zich. Dus dat is wel super. Hartstikke bedankt voor het kijken in ieder geval. Vond je het leuk? Vergeet dan niet om een blauw duimpje achter te laten. En zeg zeggen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei! Dat dat wel goed genoeg is al. Kijk, je hoeft niet alles vol te gooien met die leaves, hè. Kijk, dit soort dingetjes geeft gewoon een beetje meer ja, contrast. Ik denk wel dat dat mooi is, zo. Dus dan moet dit eigenlijk zo verder die kant op. En naar de rest van de huisjes daar. Maar we moeten ook een pad hebben die vanaf daar eigenlijk naar dat huis gaat. En dan eigenlijk ook weer naar die huis daar. Dus dat gaan we vandaag ook nog even doen. Maar ja, laat me weten wat...